Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, maandag 5 juli. Op de dashboard laatjevaccineren.sr zien wij dat er meer dan 200.000 vaccins zijn toegediend. 37.414 mensen zijn volledig gevaccineerd, terwijl 164.396 mensen wachtende zijn op hun tweede prik. Dat wil zeggen dat we voor september, uitgaande van de 10 weken, weer meer dan 200.000 mensen volledig gevaccineerd kunnen hebben. Met dit bericht wil ik u toch nog een keer oproepen om zich te laten vaccineren. We willen oudjaar toch weer gezellig meemaken met vrienden en familie. Doe het dan. Goteka spuiti. Vandaag in het journaal zullen wij aandacht besteden aan het Delta variant dat momenteel meer dan 100 landen teistert. In het journaal van vandaag praten wij daarom met epidemioloog Dr. Ingrid Krishnadat. Directeur Carissa F. Etienne van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie gaf geruststelling over de effectiviteit van COVID-19-vaccins, ondanks de circulatie in de Pan-Amerikaanse regio van nieuwe varianten van het SARS-CoV-2-virus dat de ziekte veroorzaakt. Tot dusver heeft PAHO vastgesteld dat de impact van de zorgwekkende varianten op de doeltreffendheid van de vaccins voor COVID-19 minimaal is geweest. Dat vertelde Dr. Etienne aan verslaggevers tijdens haar wekelijkse persbriefing. De varianten vergroten echter de noodzaak om de toegang tot vaccins in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te verbeteren, voegde zij eraan toe. Zeer weinig plaatsen profiteren van het volledige potentieel van vaccins, omdat er een enorme toegangskloof is in onze regio. Dat zei zij. Dit is onaanvaardbaar en de opkomst van varianten maakt het nog dringender dat we de levering aan de plaatsen met de hoogste transmissie versnellen. Tot dusver hebben 18 landen gevallen van beta-variant gemeld, 29 landen hebben gevallen van de gamma-variant gemeld en 14 landen hebben gevallen van de delta-variant gemeld, waaronder Argentinië, Aruba, Brazilië, Canada, Chili, Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mexico, Puerto Rico, de VS, Barbados, Peru en Sint Maarten, aldus Dr. Etienne. Ben of ken jij iemand die heel graag wil stoppen met roken, maar het lukt ze niet? Doe op 13 juli van 8 tot half 1 mee aan het internationaal online seminar voor het stoppen met roken volgens de Ellen Kears ECW to Stop Smoking methode. Je kan op de site van het BOG meer info vinden hieromtrent. Doe het nu, want zoals je weet zijn voor vooral de rokers de kansen om COVID te krijgen veel groter en dat gebeurt steeds weer wanneer je je handen naar je mond toe brengt. Zo kan het virus het lichaam binnendringen. NCD's, oftewel niet overdraagbare aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, chronische longziekten, behoren tot de top 10 doodsoorzaken in Suriname, waarvoor tabak een van de belangrijkste risicofactoren is. Het is daarom belangrijk om te stoppen met roken of niet te starten met roken. Vooral nu willen we de mensen motiveren. En hoe willen we dat eigenlijk gaan doen, of nou wat wij als hulpmiddel hebben gehad van WHO om de mensen te helpen is de Ellen Carr Easy Way to Stop Smoking Method. Dat is een seminar die wij op 13 juli weer gaan hebben, weer organiseren. Dat is online, een aantal uren online. Het wordt vanuit Nederland verzorgd. Het is een seminar waarbij de rokers, echte rokers die willen stoppen, die worden daarbij begeleid en geholpen. En het doel is eigenlijk dat je dan na zo'n seminar gestopt bent met roken. Je rookt ook in het seminar je laatste sigaret samen. En daarna word je, ja, neem je afscheid. En wij zeggen, doe vooral mee. Het is iets wat het kost nogal wat als je dat vanuit jezelf zou willen doen. Voor de mensen in Nederland wordt het aangeboden, eigenlijk in Suriname niet. Dit is een kans als Surinamers om hiervan gebruik te maken. Laten we dat vooral doen. Dus dat is een van de dingen die wij eigenlijk op dit moment het vooral aan de orde willen brengen, onder de aandacht willen brengen. Niet alleen stop, maar ook wij willen je helpen. Sinds maart dit jaar zijn we geconfronteerd geraakt met verschillende varianten over heel de wereld. We kennen het Brits variant, het Zuid-Afrikaans variant en het Manaus variant. En niet lang terug is ook Delta variant opgedoken. Wat is een variant en hoe ontstaat een variant?
Varianten ontstaan omdat er heel veel besmettingen zijn en heel veel vermenigvuldigingen. En dit COVID-virus is zo explosief geweest over de hele wereld, waardoor we op snel tempo meerdere varianten hebben gezien vanaf eind vorig jaar. Toen waren er al heel veel. En nog steeds zijn er heel veel besmettingen, dus we kunnen nog steeds nieuwe varianten verwachten. Eigenlijk heb je dagelijks varianten, maar of ze of concern zijn of ze gevaarlijk zijn, is punt 2. En tot nu toe is Delta de laatste die is vastgesteld die gevaarlijk is. Een Surinaams variant heeft een kleine mogelijkheid omdat we heel weinig mensen hier hebben. Het moet eigenlijk in een ruimte zijn waar je zoveel multiplicaties hebt. En we hebben een kleine populatie. Maar in die plekken waar je miljoenen, zoals India, Engeland, Amerika, die landen waar groot zijn, waar mensen veel bij elkaar wonen en waar er weinig wordt gedaan aan mitigatie, daar kan je het hebben. Want bijvoorbeeld in China heb je ook heel veel mensen, maar daar hebben die mensen zulke geweldige maatregelen getroffen dat de transmissie, dat men de transmissie heeft kunnen onderdrukken. Wel naar een hele hoop ellende in het begin, omdat men nog niet wist waar mee men dealde, maar uiteindelijk nu wel. Na Alpha Brits, Beta Zuid-Afrikaans en Gamma Braziliaans is het vandaag Delta die de wereld beroert. De variant werd voor het eerst gesignaleerd in India in december 2020. Daarom schakelde de Wereldgezondheidsorganisatie over op letters om nieuwe varianten van het coronavirus te benoemen. De kans is groot dat op een bepaald moment het volledige alfabet erdoor is gejaagd. Wat is nu het Delta variant en hoe is deze ontstaan? Dus de Delta variant is dus eigenlijk een mutatie die eigenlijk niet op 1, maar op 2 spikes zelfs gevarieerd. Dus dat maakt hem ook een beetje ernstiger. En wat men heeft gedaan, men heeft dus onderzocht in het lab al, hoe werkt de immuniteit ertegen. En zoals eerder gezegd, heeft men van alle WHO goedgekeurde vaccins, die dus voor emergency use zijn goedgekeurd, allemaal werken nog. Bij het Delta variant ter voorkoming van ernstige ziekte en dood. Maar je krijgt niet alleen maar door het vaccin immuniteit, je krijgt ook immuniteit als je ziek bent geweest. En men heeft dus gezien bij het B1.25 variant, dat is een variant die dus eigenlijk rondcirculeert en niet zoveel op de voorgrond deed, maar dus als je die hebt gehad, beschermt het je niet echt tegen het Delta variant. Maar wat alarmerend voor ons is, is dat men het ook heeft gezien bij het gamma-variant. Het gamma-variant geeft geen bescherming als je die hebt gehad tegen het delta-variant. Of eigenlijk veel minder dan je zou verwachten. Want geen is misschien een beetje zwaar uitgedrukt. En dat is dan wel voor ons alarmerend, want die delta, dat het komt, is het een kwestie van tijd. Nog steeds komen mensen binnen en buiten. En het is in meer dan 100 landen, het is voor 50% of meer al in Holland. Het is voor 30 of zoveel en 30% in Florida. Het is voor het grootste deel in Britten. Gelukkig hebben we geen rechtstreekse vlucht naar Britten of Engeland. Dus het is wel iets dat gaat komen. En die mensen die dus eerder ziek zijn geweest en vinden dat ze natuurlijke resistentie bouwen. Mensen die in deze derde golf besmet zijn geraakt, voornamelijk door het P1 variant. Het is heel twijfelachtig of die bescherming hebben gekweekt tegen het Delta variant. Het Delta variant is voor Suriname zeer alarmerend. Het zal ons land sowieso ook aandoen. Dat zegt epidemioloog Ingrid Krishnadat. Delta variant werd eind 2020 voor het eerst gedetecteerd in India. Op 31 mei 2021 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de variant binnen publieke kanalen zal worden aangeduid als variant Delta. Dit variant kan ernstige gevolgen hebben, vooral als we kijken naar de sporen die het gamma, oftewel het Manaus variant, heeft achtergelaten tijdens de derde golf. De vele besmettingen en de vele doden als gevolg. Dus vanaf oktober 2020 zijn de eerste gevallen in India ontdekt. Daarom noemt men het ook wel het Indiase variant, maar om correcter te zijn heeft de WHO de Variants of Concerns Griekse letters gegeven. Het zijn Griekse letters toch? Alpha is voor de Britse variant, Beta is voor de Zuid-Afrikaanse variant, Gamma is voor de, wat we noemen, de Manaus variant en Delta is nu voor die in India is begonnen. Dus vanaf nu spreken we van Alpha, Beta, Gamma en Delta.
De Delta variant is eigenlijk de laatste. En eigenlijk, hoe verder die variants of concerns, hoe later ze ontwikkelen, hoe meer, hoe gevaarlijker ze zijn, kan je zeggen. Want wat is nou dat variant? Dat variant is een variatie op de eerste vormen van het COVID-virus. Bij de multiplicatie, het vermenigen van het virus, krijg je kleine veranderingen. En die variants of concern zijn kleine veranderingen die ons concerns geven, omdat ze besmettelijker zijn en ze ernstigere gevolgen kunnen hebben. En de laatste is dus de Delta. Daarvoor had je de Gamma, die ons ook al heel veel zorgen baten. En de Gamma hebben we tot nu toe in Suriname ontdekt en is de vorm die het meest voorkomt in Suriname. De derde golf, waarvan jullie hebben gezien hoeveel doden, waarvan jullie hebben gezien de ziekenhuizen waren vol, waarvan jullie hebben gezien mensen moesten kiezen, deze wordt toch niet meer beter, dus laat maar die andere maar in de ICU zetten. Maar toch gingen er heel wat mensen gewoon echt, gingen dood. En dat was heel jammer. De Delta variant is een tikje erger. Men heeft vergeleken de Delta variant met de Alpha variant, omdat in Britten, in Engeland, de Delta variant nu overneemt en daar de Alpha variant daarvoor heel veel aanwezig was. Men heeft kunnen zien dat die tot 40-60% besmettelijker is. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk veel en veel meer mensen besmet kunnen raken door dat variant. Om niet besmet te raken met de Delta variant, welk voor ernstige problemen kan zorgen, moet men zich spoedig laten vaccineren. Gelukkig hebben wij de vaccinaties, zegt Dr. Krishnadat. De vaccins van AstraZeneca, Johnson & Johnson en Sinopharm kunnen ons beschermen tegen de ernstige gevolgen welke Delta variant kan veroorzaken. Maar gelukkig hebben we nu vaccinatie. En vaccinatie beschermt ons wel tegen de ernstige gevolgen van al de varianten die we tot nu toe hebben vastgesteld. Het AstraZeneca vaccin dat hier gebruikt wordt, is prima om ons te beschermen tegen de Delta variant. We krijgen straks ook het Johnson & Johnson vaccin en ook die heeft hele goede resultaten. Het Sinopharm vaccin helpt ook tegen ernstige ziekte en doodgaan ten gevolge van de Delta variant en eigenlijk alle andere varianten. Dus het belangrijkste wat je kan doen om jezelf te beschermen en ook zo de gemeenschap is je vaccineren. Wel kan je nog wel steeds besmet raken. Dus als je gevaccineerd bent, kan je nog steeds andere mensen besmetten. En jezelf ook. Maar voor jezelf word je dan niet ernstig ziek. En als je toevallig een niet gevaccineerde persoon besmet, kan het wel een beetje vervelend zijn voor die persoon. Maar die persoon heeft ook de verantwoordelijkheid om zichzelf te laten vaccineren. Duidelijke uitleg van epidemioloog Ingrid Krishnadat. De Delta variant baart enorme zorgen. We hebben nog niet eens 5% van de bevolking die volledig is gevaccineerd. Waar wachten we nog op? Oan dede? Oan tambrip insang sanomang seki tegen COVID-19? Willen jullie nog steeds luisteren naar mensen die geen wetenschappers zijn? Mensen die op podia staan en mensen oproepen om zich niet te laten vaccineren en zich ook niet te laten testen? Mensen, come on. Wereldwijd miljoenen mensen gevaccineerd. En geen enkel officieel nieuwskanaal als BBC, CNN, NOS, noem maar op, hebben ooit gemeld dat de vaccins voor ernstige gevolgen hebben gezorgd. Gaan we dan wel luisteren naar 2 of 3 mensen uit de 500.000 inwoners die geen wetenschappers zijn en die uit zijn op eigen belang en mensen die aandacht zoeken op FB? Vraag je jezelf wel af waarom deze figuren niet met een officiële statement en of persconferentie komen, maar ervoor kiezen om anderen op te jutten op Facebook? Saranang Wikino, we moeten naar het normale leven. Al langer dan een jaar zitten we opgesloten. Ga en laat je vaccineren. We gaan eruit voor vandaag en we zijn er woensdag weer met een nieuwe editie van het COVID-19 Journaal.